een semi-professioneel wielerteam. Naast was het ook de stand in de wielerwereld zo dat de ploegen al heel moeilijk aan sponsoren gingen komen, dus dat ook wel heel moeilijk ging worden. Ik zeg het ook, maar dat rustig. De nodige reclame voor je maken, want het ziet er allemaal geweldig uit. Dit, dames en heren, want die... Welkom. Voor mij nog niet zo goed. Ja, maar dat moet je laten doen, jongen. Ben je toch een beetje mee voor de reclame? Dus toch alleen het. Ja, we zijn naar de Emiraten geweest. En naar Dubai toe. En daar hebben we koers nog gereden. Dus erg mooi belevenis. Gewoon op de fiets, niet op de kameel. Nee, op de fiets wel door de woestijn. Wel door de woestijn, dat ga ik zo vertellen. Ja, diezelfde maand is de Sterren Electra Tour die we rijden. Ik had een prachtige wedstrijd tussen de cross. En daar heb ik ook gewoon dit als in ons stand is het om zelf te tonen. Ja, dat klinkt toch wat nieuws door van mij. Sterren Electra, ja, die bestaat niet meer trouwens, maar. Ja, maar weet jij dat jullie die rijden of? Nou, dat is nieuw voor mij hoor, ik weet er helemaal niks van. En dan zou beslist niet over gesproken worden vanavond. Ik zeg misschien iets praat van mijn beurt misschien, maar ik verwacht dat wij gewoon een goede prestaties gaan neerzetten. En we hopen daar een uitnodiging voor te krijgen. En dat is de grootste koers in Nederland waar wij ons kunnen tonen. Dus als ik daar de mogelijkheid voor krijg, dan wil ik dat graag doen. Weet je, Amsterdamse slimheid, redt als ik weer keurig uit, dames en heren. Uit deze aanval en Pietje kan waar je op bent, die kan mij de schuld niet geven. Sorry, ik was mijn hand in hand schuld. Je krijgt straks wat te horen, jongen. Maar dat geeft niet. Niet naar school, ik doe alleen fietsen. Je doet. Hey, lekker. Ik wil beroepsrenner worden. Foute uitspraken, die hebben we nou al waaien rijden, dat vind je niet zo geweldig, dat vind je geen specialiteit. Je doet alleen fietsen, je wilt de beroepsrenner worden. Jij wil met andere woorden zeggen, het gaat nou zo geweldig met die ploeg, hè, dit jaar voor het eerst die status waar jullie nu op rijden, dat moet maar uitgebreid worden volgend jaar tot een echte beroepsrennersploeg en dan maakt Glenda deel van uit. Dat zijn niet mijn woorden, maar kijk, ik hoop natuurlijk dat ik ten eerste een goed jaar rijd en dat het constant is en dat ik op een leuke manier kan sporten. En als dat lukt, dan kan je verder kijken. En het uiteindelijke doel is beroepsrenner worden, maar je moet wel reëel blijven natuurlijk. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar dan moet je wel kunnen zeggen van ik heb er alles voor gedaan. Heel duidelijk, verstandige vraag mag ik stellen, maar je naait nog niet na een jaar geleid hier, jongen, hè? Dat is niet de bedoeling. Goed zo, geef mij een geweldige applaus aan de Limburgse vrienden, Glenn Howell. Als ik er nou eens, pakweg 7,22, als ik er nou eens 13, 15 jaar bij tel, over 15 jaar, als jij dan stopt met wielrennen, dan kun je zo'n miljonist worden. Ja. Ik hoop dat mijn Nederlands dan beter is, want iedereen bestaat jou voortreffelijk. Ja, soms is het een beetje lastig, maar ja. We hopen dan een beetje op tv te zijn. Pas op. Ik vind het knap wat je hier ons allemaal vertelt. Maar we gaan ook nog even vertellen, dames en heren, dat hij een prima ronde van Oost-Vlaanderen gereden heeft. Twee etappes, eentje voor je vijf, de andere voor je. Is het het maatje, maar dat hebben we net alles al van gehoord natuurlijk, maar dat weet u allemaal. Die de wedstrijden van het Benelux Tempenklassement bezoeken. Je bent mateloos populair bij de mensen die wekelijks hier rond die parcours staan. Praten jullie met de ploeg wel eens over of zeg jij Jan dat ik er gewoon even bij? Nou, ik heb toevallig vandaag nog de helft van de wedstrijdrondjes wel op training gehad, dus ik ben voorbereid. Met andere woorden? Ik heb een mooie training vandaag. Ja, kom mee. En talent van Zuid-Brabant, dames en heren, dat dit seizoen de vruchten van heel veel investering wil gaan plukken. Die investering, hoe moeten we dat zien? Zeg jij, Jan, ik ben ook in mijn vorige ploeg geweldig goed begeleid, maar... Het heeft afgelopen jaar bij Congress natuurlijk ook heel erg goed gegaan, goede begeleiding hadden daar. Een mooi wedstrijdprogramma en ik verwacht gewoon dat door die wedstrijden die we toen hebben gegeven, dat ik dit jaar daar toch wel een vrucht van kan gaan plukken. Ja.
Sam, er is nog een plaatje bij jou, jongen. Je bent hier best op de weg, dus dan moet ik ook zeggen dat je een plekje hebt.